Heb je al met gilding flakes gewerkt? Hier zijn drie technieken die je laten zien wat je ermee kunt. Welkom bij Hobby Alternatief. Mijn naam is Sandy van der Graaf. Je hebt verschillende soorten gilding flakes. Nu in beeld zijn een aantal voorbeelden van één kleur als wat mengsels van goud en zilver. Deze type gilding flakes zijn meestal kleine vlokjes. Ek werk graag in een deksel of doos. Voor mijn concepten werken ek met een mengsel van gilding flakes met stukjes folie ertussen. Ek zag dat iemand zei dat de folie hard is geworden, maar dit is dan waarschijnlijk met deze type folie erin. Dit is harder dan de gilding flakes. Ook is dit bestemd voor mixed media of distressed look projecten. Zo ziet het uit op de kaarten. Voor mijn eerste kaart heb ik twee vierkanten gestanst uit de oplegkaart. Op de oplegkaart heb ik de adhesive tape geplakt. Ek lijn de bovenste oplegkaart uit met de andere en plak dit op elkaar. Ek druk dit goed aan zodat er geen openingen zijn. Ek haal de gilding flakes uit de pot en druk dit aan op de open adhesive tape. Met een stippend pensiel haal ik de meeste van de losse stukken weg. Hier kan je goed zien hoe de grote harde folies niet zo makkelijk met een penseel weg te halen zijn. Dit kan met je nagels afgebroken worden.
te overtollige flakes giet ek terug in die pot. Nu kan ek die vierkantjes met die andere gilding flakes bewerken. Ek gebruik hier een mengsel met weinig harde flakes. Ook hier haal ek alle overtollige flakes weg met een stippenpenseel. De twee vierkanten en de cirkel heb ik met foam type verhoogd. Jy kunt ook met flake en flitter glue in afdruk stempelen. Ek spuit een beekje lijm uit op een papier en neem dit op met een blending tool. Hiermee breng ek de lijm aan op de stempel. Je moet wel snel werken, want de lijm droogt snel op. Haal jou stempel snel weg van het papier en maak de stempel direct schoon met een lapje. Ek doe de flakes direct op de afdruk. De achtergrondstempel is al een distressed look, dus maakt het niet uit als er grote stukjes achterblijven op de afdruk. Ek haal meeste van die flakes weg met my vingers. Met een sagte penseel of sagte tandeborsel kan jy die overtollige flakes weghalen.
Zo ziet de achtergrond eruit. Mooi glans, toch? De tekst ga ik schrijven met een lijmpen. Let daarop dat de lijm van een lijmpen wat langer neemt om tacky te worden. Wanneer de lijm tacky is, kan ik de vlijks erop doen. Hier druk ik de vlijks lichtjes aan. Met een stippenpenseel druk ik het nog verder aan op de lijm. Met een zachtere penseel haal ik de overtollige vlijks weg. Dit lukt bijna om alles goed te krijgen. Zijn er stukjes die nog niet helemaal in lijn vallen, kan je dit met een hobbymes of met je vingers bijwerken. Hier alsnog de conceptkaarten. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet om jou te abonneren op mijn YouTube kanaal. Wil je een e-mail ontvangen wanneer ik een nieuw filmpje upload? Druk dan op het belletje naast het abonneren button.